Goedemorgen bij deze live. Ik kijk meteen even of mijn pagina ook mee opstart. Zo te zien wel, want het draait een rondje. En welkom op deze nieuwe donderdag. Het is vandaag 23 juli en de tijd vliegt. Zo te zien is mijn blog ook helemaal af, mijn website ook bij. Dus we gaan gewoon dadelijk op ons gemak van de start. En daar heb ik helemaal zin in. Goedemorgen Monique, als het goed is, als ik de foto goed herken. Goedemorgen. Ja, zie je? Goedemorgen. Even terugzwaaien. En ik zie dat Rolfina er ook is. Goedemorgen Rolfina, leuk dat je ook mee komt kijken. Deze morgen ga ik weer aan de slag. Vorige week ging ik dat echt niet redden. Goedemorgen, ben ik wazig? Nou, op mijn camerascherm... Ik moet even kijken wat hij op het live doet. Op mijn live laat hij het goed zien. Goedemorgen Mary. Zijn er meer mensen die mij wazig zien? Nee, nu niet meer. Oké, nou ik hoop dat het zo beter is. En ook beter blijft. Dank jullie wel voor de waarschuwing. Wat gezellig dat jullie er allemaal weer zijn. En... Oh ja, wat korrelig was ik inderdaad. Nu is het beter, zie ik. Ik weet niet, het heeft in de verbinding gelegen, denk ik. Goedemorgen, Kitty. Leuk dat je er ook bij bent. En zo zijn we al snel weer met een heel groepje bij elkaar. En daar heb ik heel veel zin in. Ik zal even terugzwaaien. En dank jullie wel voor alle verjaardagwensen, de kaarten, de lieve berichtjes op Facebook en alles. Ik voelde me zo jarig. En ik ben ook heel erg verwend. Dus... En vorige week had ik natuurlijk, kon ik echt even niet. Ik was gewoon zo moe van alle feestelijkheden. Niet alleen voor mezelf, maar waar ga ik mee werken, Kitty? Nou, Kitty, ik ga vandaag werken met de Ornate Style of de Ziertuin Collectie. Hier ga ik mee stempelen. En uiteindelijk wordt dit het resultaat. Maar ik ga hem gauw weer wegleggen. Maar dit wordt het resultaat dadelijk en hier gaan we mee werken. Dus we doen een beetje in kleuren en we werken daarnaast met ook de bijpassende stansen. Deze van ook de Ornate Style, dat zijn die mooie dingen. Die. En we werken daarnaast ook nog met de Layering Squares. En die twee. Ik ga jullie daar straks over meer vertellen. Goedemorgen Suze, goedemorgen Ellie. Wat gezellig dat jullie ook meekijken. Ik zit nog zonder koffie. Ik heb nog geen koffie gehad van manlief. Maar dat komt vanzelf goed. We hadden gisteravond, het was een latertje, dat kun je ook wel zien aan mijn wallen. Want wij werden gisteravond laat gebeld. Mijn dochter was op kamp met scouts. En die moest met spoed naar het ziekenhuis voor een... coronatest, maar wij denken zelf, zij ook, dat komt van het kampvuur dat ze zo benauwd was. Maar goed, daar wordt geen risico genomen. Dus ze is gisteravond naar het ziekenhuis gebracht, coronatest gedaan. En nu ligt ze hier dus met koorts en ziek op de bank. En gaan wij dus 2 weken echt in lockdown, tot wij uitslagen van de test weten. We hopen vandaag, misschien morgen, dan kunnen we er weer uit. Maar tot die tijd doe ik het allemaal online. Ik ga niet langer kletsen hier. Ik vind het leuk jullie allemaal te zien. Ik ga draaien. Daar worden jullie altijd zeeziek van. Dat weet je. Ik kan u ook niet laten zien hoe mooi mijn kamer is. Want die ligt vol met kampeerspullen van mijn dochter. Dat wil je nu niet zien. Dat is één grote chaos. Ik ga mijn stoel even een beetje omhoog doen. Ben ik zo goed in beeld voor jullie? Als er weer beeldproblemen zijn, laat het me dan weten. Dan hou ik er rekening mee. Hier kan ik goed werken. Mooi. We gaan beginnen met het allereerste basisstukje. En dat is natuurlijk vaak het Whisper White. Ik heb ook altijd voldoende in voorraad. En het stuk wat ik gesneden heb, dat is 21 keer 14,5 keer 21. Score op 10,5. En dan met de boonfolder bijwerken. Regelmatig maak ik mijn boonfolder ook schoon, omdat daar altijd wel... Ik heb er nu ook nog eentje ergens die vies is. Oh, kijk, daar ligt die. Kijk, dit is een nieuwe, dat is een oude. En soms zitten daar lijmresten aan, waardoor het vies kan worden. Dus maak ze regelmatig schoon.
De volgende stap die we mee werken is het mooie papier van de Tasteful Touches. Het is echt een mengeling van alles. Dat is dit papier. En ik heb gekozen voor het papier met de blauw en ja, een soort spachtelpoets op een vreemde manier. En ik heb daar wel het meest rustige stukje van gekozen. En als je dit zo op wit doet, dan zie je daar natuurlijk helemaal niks aan. Goedemorgen Lola, leuk dat je er ook bij bent. Dus ik heb er echt voor gekozen om ook met Night of Navy te werken. Je kunt ook met Misty Moonlight werken. Maar ik vind het contrast met deze kleur erg mooi. En om de basiskaarten te gaan maken is het gewoon een kwestie van nu een goede lijmpot pakken, niet te lege. En we gaan dit op elkaar lijmen. Ik heb wel wat voorwerk gedaan. Het stansen heb ik allemaal al gedaan, want dat is altijd best veel werk. En ik kan niet wachten. Ik heb een ontzettend mooi verjaardagscadeau gekregen. Ik mag namelijk de grote stansmachine van Stamping Up in augustus gaan bestellen voor mijn verjaardag. Dat krijg ik van mijn man en mijn ouders. Dus ik ben echt een heel verwend meisje. Zijn er meer van jullie die die mooie stansmachine gaan bestellen om hem te proberen en om lekker mee te werken? Ik had de vorige van Stamping Up, excuse, de Sizzix, excuses, en die is kapot. De rollers zijn niet meer te repareren en de druk die ze daarop oefenen is zo groot dat er stansen van mij stuk gingen. Dus ik ben echt aan een nieuwe toe. Plak het dan wel recht terwijl je zit te praten. Gelukkig is de lijm een beetje vergevingsgezind. Nou, dit was het meest simpele stukje van de kaart. Ja, jij blijft bij de elektrische van Crafters Companion. Die heb ik ook. Ben ik ook ontzettend blij mee. Het enige wat ik er heel vervelend aan vind, en ik weet niet hoe het komt, maar ik weet niet of mijn platen die echt, nou, dat is verschrikkelijk als je dat ziet. Dat is net golfplaat. Dat vind ik het nadeel van die stansmachine. Maar misschien doe ik wel iets helemaal niet goed. Ik flip, ik draai, ik doe en het lukt niet. Maar ik kom daar nog wel eens op terug. De volgende wat ik heb gedaan is met Night of Navy. En met de stansen van de Ornate Layers Dies. Ik leg dat altijd op magneetvellen. Jij hebt een mooie machine. En die is naar je zin. De Nelly's Press Boy. Oh, die ken ik niet. Ga ik ook eens naar kijken. Deze heb ik gekozen. Ornate Layer Dies. Vind ik een mooi frame. Ik heb hem uitgestanst uit de Night of Navy. En dat gaat hier dus straks op. Nu nog niet. Als een soort frame. Ik zie dat ik nog niet helemaal alle puntjes eruit heb. Nu wel. Normaal gebruik ik je natuurlijk iedereen als ik nou weet waar ik dat ding gelegd heb. Oh, hier. Ik heb mijn Take Your Pick met aan de ene kant het borsteltje. En ik heb dan het matje erbij. En op die manier maak ik hem zelf schoon. Je gaat er overheen en alles valt eruit. Op het matje, dat is het makkelijkste. Plop, weg. Dit gaat straks hierop. En de volgende stap die ik heb voorbereid en het stukje cardstock wat ik aan maat hiervoor heb gebruikt, was 12 bij 8,5. En dan kun je dus heel zuinig deze mat eruit stansen. Ik doe dat altijd om te zorgen dat de rest van mijn papier niet zo verkreukelt van stansen. Volgende stukje is ook met de Night of Navy. Dat is een stukje van, dan moet ik goed nadenken, 12, nee, 9,5 bij 6. En daar heb ik uit de, goedemorgen Jolanda. Ja, dat vind ik leuk als je daar een foto van laat zien, hoe jou die eruit ziet. Ook al niet, ja, zie je. Misschien ben ik wel een te tuttig. Ik heb uit de grote layered squares, of nee, ja, layered squares, nou volgens mij, ja. Rectangles zijn het, ik heb het verkeerd opgeschreven. Heb ik deze twee gekozen en je kunt hem in één keer op je plaat leggen en uitstansen. Je kunt het in twee keer doen. Ik gebruik sowieso altijd een rolletje met post-it, want dat kleeft overal. En dat plak ik er dan op, zodat het goed blijft zitten en dat het dan ook netjes recht uitkomt. Dat vind ik altijd wel prettig, dat de randen allemaal wel evenwijdig zijn.
Dus ik heb daarvoor gebruikt de derde en de vierde stans. Een goeiemorgen, Jolanda. Gezellig. En als laatste hebben we dan nog een stukje nodig van het Whisper White. Van 8,8 keer 5,3. Dat is een wat afwijkende maat. Maar dat komt omdat we dit straks hierachter gaan bevestigen. En dan wil ik niet dat er wat van het Whisper White uitsteekt. Als we dit allemaal klaar hebben, en dat is voor jullie natuurlijk nog niet zo, dat begrijp ik ook wel, is de volgende stap dat we gaan stempelen. En ik gebruik daarvoor deze mooie stempel van de Ornate Style. Hij komt uit de Goedemorgen Ilona. Hij komt uit de Sierteng collectie. Ik heb hem al op de grote E-blok gedaan. En ik had ook de inkt klaargelegd. En ik inkt deze stempel. Nou, gaat lekker met mijn keel. Dus gewoon omdat ik veel praat. Dat heeft niks met corona te maken. Dat heeft gewoon te maken met de schildklierkanker en een geraakte stembandzenuw. Als ik te veel klets, betekent het dat ik mijn mond moet houden, zegt hij. Ik leg hem erop. En stempel een beetje willekeurig wat ik erop wil hebben. Het grootste deel gaat er ook nog naast vallen. Dat is op zich helemaal niet erg. Geef ook de inkt even tijd om in je papier te komen. Ik gebruik papier wat ik heb mislukt al een keer. Kijk. Dit is waar we mee gaan werken. Dit leg ik even weg om straks schoon te maken. Ik ben vergeten mijn chamois nat te maken. Nou, dan maar water erin. Volgende stap is dat ik wat ga inkleuren. Ik hou dat een beetje aan de eenvoudige kant. En de mooie kleur die ik onder andere ga gebruiken is Purple Posy. En ik ga gebruiken, nou moet ik hem even zoeken, want ik heb het net allemaal opnieuw ingedeeld. Soft Siphon. Light Seas Hate Spray. Beetje van de Soft die en een beetje van de Mint Macaron. Dit is waar ik mee ga werken in eerste instantie. Laten we beginnen met de Purple Posy Light. Goedemorgen Anke, leuk dat je meekijkt. Gezellig, zo'n grote groep weer. Ik maak even mijn stoel vast op de grond, want dan kleur ik zelf wat makkelijker. Wat een heerlijk groepje hebben we zo samen. Ik begin met de kant met de gewone punt. En ik begin met deze bloem. Ik hou het wat simpel, het inkleuren. Als je mee wil doen, dan meer wil weten over inkleuren, dan kun je meedoen aan de Stamping Blends Club. Die gaat in september van start. Daar kun je op mijn blog veel meer op vinden. Daar heb ik een apart hoofdstuk echt in de navigatiebar. Wat gaat over de Stamping Blends Club, waarmee je dus je blends verzamelt en ik een online en bij mij thuis training geef. Dus eigenlijk een soort cursus van 10 maanden. En aan het eind van de rit heb je al je blends compleet en kun je er ook mee werken. En leer je dus echt hoe je moet werken met de schaduw en de kleuren. En hoe je bijvoorbeeld een vacht moet maken als je een eekhoorntje kleurt. We komen natuurlijk bij de herfst aan, dus dan komen dat soort stempels weer tevoorschijn. En dan is het leuk. Je ziet de meest schattige stempels op Facebook en op Instagram. En Stamping Up, de nieuwe najaarscatalogus. Heb je hem nog niet en wil je hem wel ontvangen? Dan kun je me even een berichtje sturen. Je ziet, ik breng gewoon overal een heel klein beetje lichte kleur aan. Alleen maar om een basis te leggen. En vervolgens ga ik met de. Nou, dat moet wel heel onaangenaam voor jullie klinken, dat hoesten steeds. Ga ik met de donkere tint, leg ik gewoon een beetje extra schaduw aan waar ik wil. Nogmaals, ik hou het nu simpel. De verdiepingen ga ik op een andere manier doen voor iedereen die mee wil doen. Ben je nou demo of heb je al de blends? Kun je ook meedoen? Dan kun je gewoon meedoen door de online video te bestellen. En kun je toch, zeg maar zo, zelf de verdieping met de blends leren.
Ik ben Copic gecertificeerd en ik ben altijd een enorme Copic-fan geweest. Was ook niet van plan over te gaan op de Stamping Blends, totdat ik ze toch heb geprobeerd. En toen was ik verkocht. Want ook met weinig kleuren kun je heel veel diepte aanbrengen in bloemen, in planten, in dieren. Ook al heb je maar één tint Purple Posy. Je kunt er meer mee dan je in eerste instantie zou denken. En dat is voor mij de reden geweest om deze cursus op te zetten, die Blends Club. Om jullie ook dat te leren, om jullie te laten zien hoe leuk het is om veel meer uit je blends te kunnen halen dan je denkt. We beginnen natuurlijk wel met de basisdingen, dat vind ik wel het allerbelangrijkste. En ik ga jullie ook leren hoe je ook met aanvullend kleur nog meer diepte kunt aanbrengen. Dat ga ik nu niet doen. Maar je ziet dat ik op deze manier een beetje zacht werk in de bloem. En nog steeds geen koffie, Monique. Geef mijn man eens een appje. Nee, ik heb inderdaad nog steeds geen koffie. Maar mijn man is gisteravond later nog naar het ziekenhuis geweest. Met dochter lief, dus die is een beetje sloom vanmorgen en dat mag. Zo, ik vind dit iets te veel wit, dus ik ga hier toch iets meer kleur aanbrengen. Als je wil, kun je nog een keertje terug met de lichte purple posie om wat meer overgang te maken. Is maar net wat je zelf wil. Ik laat hem even zo. Ik wil deze keer wat lichter werken in de kleuren. De andere tint die ik gebruik is de Li Light Seaside Spray. Oh, Monique, ga je schamen? Nou ja, dan houdt het op, hè? Dan zit ik gewoon zonder. Ik wil de kleine bloemetjes met blauw maken, omdat ik wil dat het blauw wat in de kaart gebruikt wordt, zowel in het designpapier als in het Night of Navy, wil ik wat laten terugkomen. En wat ik doe is gewoon een basis opzetten van blauw in de kern van de bloemen. En daar waar schaduw zit. En dat doe ik met de lichtste tint. Zodat ik in ieder geval weet waar mijn schaduwpartijen zitten. Maar ik heb vanmorgen wel lekker een shake op. Dus wat dat betreft heb ik geen klagen. Ik start altijd met een Herbalife shake. Ik ben Herbalife distributeur. Doe er niks mee als alleen maar zelf gebruiken. En ik vind het heerlijk. Ik start op die manier altijd 's morgens mijn dag met een lekkere shake. Een café latte shake of een bananenshake. Of met vers rood fruit in de aardbeienshake. Heerlijk vind ik dat. Alle vitamine binnen. Maar goed, ik ga daar geen reclame van maken. Want ik doe daar niets mee. Mocht je meer willen weten, kun je natuurlijk altijd appen. Maar mijn core is altijd Stamping Up. Ik eet, drink en leef Stamping Up. Ik adem Stamping Up. En ik moet zeggen, hoe meer ik dat doe, hoe fijner ik het vind. Zo te zien heb ik nu alle kleine bloemetjes gehad. Ja, oh Jolanda. Oh, als jij dat aan Henk wil vragen. Oh, lekker. Jij hebt natuurlijk wel zijn nummer, vismaat. Jolanda, die ken ik al heel lang. Jolanda was ook een van mijn eerste klanten en we kennen elkaar ook op persoonlijk gebied. En wij zijn heel erg bevriend geraakt. En inmiddels houdt ze ook net van vissen, net als mijn man. Ik heb ondertussen ik moet wel vertellen, de Dark Seaside Spray gepakt. En dat breng ik wat meer rond de kern van de bloem aan. Je kunt dat met kleine rondjes draaien. De verschillende manieren van inkleuren vertel ik dus op de cursus. Ik laat nu gewoon het meest simpele zien. Gewoon een beetje kleur aanbrengen. Ik kan enorm tot rust komen van kleuren. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik aan het kleuren ben, dan zet ik mooie muziek op waar ik echt gewoon, ja, voor mij is dat altijd worship muziek. Hillsong, Sons of Korah. En dan ontstaat er bij mij een soort rust van binnen, waar ik heel erg van kan genieten. Nou zie je dat het hier al droog is.
Dus het licht weer op. En dan kun je gewoon nog een keertje met dezelfde kleur wat meer donker aanbrengen. En toen was het stil omdat ik even heel geconcentreerd bezig ben. De bloemetjes zijn best klein, dus soms is het een uitdaging om binnen de lijntjes te blijven. Maar het went ook. Het zijn gewoon hele lekkere markers waar je goed mee kunt werken. Heerlijk, joh. Deze bloemen zullen we ook nog even wat kleur geven. Waar bloemen elkaar overlappen. Er zit natuurlijk altijd meer schaduw, ligt ook een beetje aan de lichtval, maar daar kom ik nog wel op terug. In ieder geval brengen we hier wat meer kleur in de bloemen aan. Om het hartje. En wat je ook kunt doen als je zegt, ik vind het nog te licht, dan pak je wat Balmy Blue. Of je pakt een, moet ik hem even wel de goede pakken, niet de Night of Navy, maar de Misty Moonlight. En dan pak je daar ook de smalle punt van. En die kun je eventueel nog wat meer schaduw aanzetten rond het hart. Of tussen blaadjes. Op die manier creëer je wat meer diepte. Het inkleuren neemt vandaag wat meer tijd in beslag. En dat komt ook omdat het veel bloemetjes zijn. En het ziet er niet uit. Als je er dicht bovenop zit, dat heb ik inmiddels wel van mezelf geleerd. Nou, dan denk ik wel eens bij mezelf, ik kan niet kleuren hoor. Echt niet. Maar als je dan later terugkijkt met wat afstand, dan denk je, oh, ja, zo slecht was dat nog niet. Dus je ziet dat ik heb overal gewoon een beetje meer kleur aangebracht. Met die Misty Moonlight. Prachtige kleur in dit trouwens. Oh. En dan pak ik de donkere Seaside Spray. En als je wil, kun je nu nog een beetje de overgangen vervagen. Waardoor ze wat minder afsteken. Maar waardoor wel de kern van de bloem wat meer diepte krijgt. Zonder dat het lijkt alsof je daar een hele diepe streep gezet hebt. Door het blenden, vandaar dat ze ook blends heten. En omdat het een alcoholmarker is, lost dat gewoon perfect op. En krijg je op deze manier dus mooie overgangen. Je kunt zo vaak en zoveel eroverheen, totdat je papier verzadigd is, dan moet je ophouden. Dat is even leren herkennen. In de cursus ga ik ook in op verschillende soorten papier die er zijn. De hartjes wil ik natuurlijk wel wat kleur geven en dan vertrek ik altijd wel naar mijn meest favoriete geel, Daffodil Delight. En ik heb inmiddels een nieuwe, want de oude waren na al die tijd en veelvuldig gebruik versleten, leeg en ook een van de punten had ik ooit verkeerd gebruikt. Ja, dan houdt het op. Goedemorgen, Fiep. Gezellig dat je erbij bent. Ik pak ook weer de donkere Daffodil Delight en hoe klein het ook is, ik breng toch altijd een beetje. Probeer ik ook in het kleine hartje wat schaduw aan te brengen. En je denkt, ja, wat heeft dat voor effect? In het geheel heeft dat effect straks. Dat doe ik de andere. Ik ga deze bloem kleuren. En ook dit hartje maak ik geel. En
Ook hier breng ik een beetje diepte in. Dat kan met de Devil Delight Dark. Je kunt ook een ander tintje kiezen. Deze bloem geef ik dezelfde kleur als deze bloem. Omdat dat naar mijn inziens dezelfde bloemen zijn. Ik begin weer met de lichtste kleur om aan te brengen waar ik schaduw wil. Nou is het leuke van deze stempel dat je dus hier en daar al ziet waar de schaduw zit. Dus het is gewoon, dat maakt het wat makkelijker. Dat hebben de distinctive stempels nog veel meer. Ik ben trouwens altijd van draaien. Distinctive stempels kun je nog veel meer zien waar de schaduwwerking zit. Zeker als je begint met inkleuren en met schaduwen wil leren werken, maken die dat wat makkelijker. Maar het geeft ook meteen een uitdaging dat als je zo'n stempel hebt, ja, hoe kun je dat dan anders doen dan als alleen de stempel aangeeft. En dat is juist het leuke om te leren. En je ziet, ik breng met de lichtste tint overal waar ik de schaduw wil gaan hebben, werk ik daar aan. Omdat ik op die manier straks weet, als ik dat donkere tint pak, daar wil ik mijn schaduw. Zodat ik daar niet de mist in ga. Want met de lichte kleur kun je corrigeren makkelijker. En de donkere kleur natuurlijk minder. Kijk uit naar de blending cursus. Oh, leuk Monique. Ja, hè? Ja, Mary doet ook mee. Vind ik ook leuk. Je kunt dat online meedoen, zoals ik dat al zei. Dan kom je in een besloten groep. En dan krijg je de materialen thuis gestuurd. En ik heb het gisteren al aangetipt. Ik ga voor mijn team een teamprijs maken. Zodat ze leuk mee kunnen doen. Maar je kunt het ook bij mij thuis volgen. Woon je bij mij in de buurt en denk je van, hé, ik wil dat wel bij iemand thuis volgen. Mijn kamer heeft meer dan voldoende afstand. Zoals ik zeg, ik kan het nu niet laten zien. Want alle scoutingkampspullen liggen nu hier als een ontplofte bom achter mij. Dus dat ga ik niet laten zien. Ik ga de volgende stap in. Met de dark purple potie. De inkt is niet verkrijgbaar helaas. Daar waren te veel afwijkende kleurverschillen in. Dus dat ging niet. En die is dus niet op de markt. Nou ben ik gelukkig een van de weinige bofkonten die hem wel heeft. Wat ik ondertussen doe is langs de plekken waar ik echt schaduw weet. Iets wat onder een blad valt heeft schaduw. Dat is appeltje eitje. Je hand erboven houdt. Oh, ik hoor. Ja, nou, doe nou niet of je verrast bent. Nee, dat doe ik ook niet. Je werd gesommeerd comfortabel. Ja. Dag Jochie. Dat is mijn man Henk. En Jolanda, het is gelukt. Ik heb koffie. Ik krijg er een kleur van. Jullie kunnen het niet zien, maar ik heb een rood hoofd. Oh, ik tranen schiet in mijn ogen. Hou op, schei uit. En dan ondertussen doorgaan met kleuren, hè? Hebben jullie ook een lekker kopje koffie? Of zijn jullie ook druk bezig met het meekleuren? Ik ben druk bezig. Zoals je ziet leg ik de schaduw echt overal waar die zijn moet. Ik hou de bloemen nu vandaag echt heel licht. Ik vind donker inkleuren met veel diepte vind ik helemaal niet moeilijk. Maar soms bloemen heel licht houden. Nou, dat kan ik echt wel al op en geen Henk. Henk is er. Heb je ook een bakje? Ja, kijk, ik heb ook een bakje. Zal ik jullie even laten meegenieten? Dit is mijn bakje koffie. Ik zal hem niet omkeren. Maar dit is mijn latte macchiato. En alleen al, oh, kan ik zo van genieten. Ik pak nu het wat ingedroogd is opnieuw de donkere purple potie. En ik breng mijn nieuw schaduwvlekken aan. Plekken aan, niet vlekken, plekken. Om de bloem wat diepte te geven. En ondertussen kwebbelt mijn man Henk met mijn dochter Marieke. Die echt als een hoopje ellende op de bank ligt. En die inderdaad uit mijn kamer vertrokken is, omdat ik hier vandaag een Facebook Live heb. Want ze slaapt in deze kamer. Ze ligt in scheiding.
En als het goed is er woonruimte voor haar eind augustus. En dat zou wel heel fijn zijn. Dan kan ze opnieuw beginnen. Maar goed, dat zijn wat privé dingen. Maar jullie mogen best weten dat mijn privéleven ook gewoon doorloopt. Ik heb dus weer wat extra kleur aangebracht. Geen Henk om mee koffie te geven. Nee, waar is Tom dan? Monique, waar is Tom? Is die er niet vandaag? Zal die je mooi even koffie kunnen geven? Pak de lichtste tint. En wat ik wil is de overgangen een beetje zachter maken. Of hier en daar wat extra kleur aan brengen. Zorgen dat de overgangen wat mooier worden. Spelen met je inkt noem ik dit. Denk erom dat je niet te veel over het donker heen gaat, want dan los je de donkere tint weer op. En dat is nou net niet wat je wil. Maar je ziet, ik hou het vrij simpel. En toch zit er diepte in de bloem. En ik weet niet of jullie dat kunnen horen eigenlijk op de achtergrond. Op de bank. Ja, oh. Nou, kom op, Ton. Goedemorgen, Linda Wardlow. Welcome to our team here. Our team, our girls here watching me. Linda is English speaking. Linda, I mostly speak Dutch, but I hope you can still follow on a bit and enjoy what I'm doing. De grote bloemen ga ik met wit maken. Nou, je moet Ton beter opvoeren, Monique. Mag toch wel een kopje koffie voor je brengen. En de reden dat ik dit met wit ga laten is omdat ik witte bloemen mooi vind. En dan werk ik hierin met de lichte smoky slate. Even kijken of ik kan lezen. Kun je het even iets. Ja, tuurlijk kan ik het wat dichter bij de camera houden. Kunnen jullie het zo zien? Ik hou het echt heel licht. Licht en simpel vandaag. En als je het heel dichtbij houdt, dan ziet het er niet uit. Dat is als je zelf werkt. Maar op het moment dat je afstand krijgt, dan ziet het er gewoon een stuk anders uit en is het gewoon leuk. Oké, hoe maak ik nou mooie bloemen? Witte bloemen geef ik aan dat die grijs zijn. Dankjewel, Jolanda. Dat doe ik met de kleur die wij het liefst in het grijs tinten variant hebben. Dat doe ik met Smoky Slate Light. En het enige wat ik doe is hier en daar heel licht, zonder te duwen, breng ik hier en daar op de plekken waar de schaduw hoort te zitten, breng ik een beetje van de grijze inkt aan. Niet bang zijn. Gewoon proberen. Het ergste wat kan gebeuren is dat het mislukt. Nou, als je bij mij de blendcursus gaat doen, dan ga je ook dingen leren dat wat je moet doen als het mislukt is. Dus maak je geen zorgen. Durf. Want van durven maak je vaak de mooiste dingen. Heb ik inmiddels zelf geleerd. Door uit je comfortzone te stappen en dingen te doen, kun je jezelf heel erg verrassen met wat je maakt. Dus nogmaals, niet te veel, alleen dat waar schaduw zit. Zo ziet dat er van heel dichtbij uit. Dankjewel, Ina. Zie je? En wat ik nu doe, en daar zijn de blends voor. De blends is een color lifter, zeg maar. Dit is nog een oude trouwens. Die hebben geen inkt, maar die hebben een soort oplossing waarmee je de kleur kunt opnemen. En wat ik doe is hiermee langs het grijs gaan. En wat ik daarmee doe is de rand van het grijs, wat je normaal met een lichtere tint langs donker doet, doe ik nu met de blends hier langs het wit, langs de schaduw. En ik verzacht daarmee de schaduw die ik heb aangebracht. En als dit dadelijk droog is, want nu het nat is, ziet het er heel donker uit. Kijk maar, dan zie je dat het echt er donker uitziet. Maar als het dadelijk opgedroogd is en het papier droog is, dan zijn de lijnen van het smoky slate wat minder hard. Dat doe ik bij de andere witte bloem ook weer met die light. Ik werk hierin absoluut niet met de donkertint, omdat ik het alleen maar de suggestie wil werken dat daar schaduw zit.
En de donkere tint is me daar te donker voor. Als je schaduw in sneeuw wil leggen of in kleding, doe je dat weer anders. Dan zijn weer andere technieken en manieren voor. En ook dat leer je weer in die cursus. Alsof ik mezelf alleen maar zit te promoten. Hou eens op. We zijn de kaart aan het maken. Ja. Zoals je ziet, breng ik overal een heel klein beetje aan. Kan dat ook met water en penseel? Hey, goedemorgen Mary Kouwenberg. Dit zijn de stamping blends. Je kunt dit ook leren om dat met water en penseel te doen. Absoluut. Dat is een andere techniek. Als je zegt ik wil dat leren, zeg het me dan wel. Dan maak ik daar een online cursus voor. En dan leer ik je hoe je dus inderdaad met de aquapainter of met gewoon een penseel ook kunt werken met de Stamping Up inkt en ook mooie manieren kunt inkleuren. Minder gedetailleerd, nou dat is niet helemaal waar eigenlijk. Maar je ziet dat ik hier werk aan het zacht maken van de schaduw. Goedemorgen, ik zal de boodschap doorgeven. Hier zie je dus dat de bloem al wat droog is. En hier zie je dat hij nog wat vochtig is. This one is already dried up. This one is still a bit wet. So you have more color in it. En we gaan het hart van deze twee bloemen inkleuren. En ik begin weer met de Daffodil Delight. En ik begin met de light versie. En ik wil diepte in het hart creëren. Dus wat ik doe is, ik zet eerst, daar waar ik de schaduw wil in deze harten, zet ik eerst de lichtste tint op. En ik laat een stukje van het hart laat ik vrij. Daar en daar laat ik wat wit in de bloem zitten. Vervolgens pakken we de dark, smalle punt. En ik zet hier, waar ik de schaduw in het hart wil hebben, zet ik de donkerste tint. Dan krijg je dit effect. Ik neem een slok koffie. Mag wel, hè? Oh, dat is lekker. Sorry. In dit hartje neem ik ook nog een stukje van de Mango Melody. De Dark Mango Melody. Smalle punt. En breng ik hier onder dit blad nog wat diepte aan. Dus dan liggen er drie kleurtjes. Three colors. Als laatste neem ik de Stamping Light, Daffodil Delight. En ik ga hierboven langs niet het donker aanraken, maar ik ga nog een beetje kleur aanbrengen. Waardoor het wit wat kleiner wordt. I narrow the white in the center of the flower. En zoals je ziet krijgt dat het bloemetje diepte. En dat is eigenlijk de meest makkelijke manier en snelle manier om wat kleur te brengen. Nou ben ik helemaal niet tevreden over dit bloemetje. Dus wat ik doe is een beetje purple posy erbij pakken. Want dat bloemetje is me echt veel te wit. Ik vind wit in een bloem mooi, maar het moet niet alleen maar wit zijn. Daar hou ik niet van. Bloemen hebben niet zomaar ineens witte vlekken, tenminste bijna niet, laat ik het zo zeggen. Goed, volgende stap is het groen. En meestal kies ik de Granny Apple Green, maar deze morgen ga ik met twee totaal andere tinten werken. Ik werk namelijk met de Soft Seafoam en de, roep het maar, Mint Macaron. Ik begin met de lichtste tint van de Soft Seafoam. En het is hetzelfde verhaal. Ik breng aan waar ik de schaduw in de bladeren heb zitten. I just bring where I want to have the dark pieces some extra color. I'm going to give a blend club where I teach
If you want to join, Linda, you're more than welcome. And I'm more than welcome to make an English version for you. Je ziet dat ik overal de kleur aanbreng waar ik de schaduw wil hebben. Het donkerste van de kleuren wil hebben. Ik vind bladeren in kleuren altijd erg leuk om te doen. Ik hou het vandaag wat simpel. Had ik al gezegd. Ook tussen de bloem zit groen. Of soms de kleur van een bloem. In dit geval doe ik groen tussen de bloemen. Anders heb je daar ineens heel raar wit zitten. Midden in je tekening. Nou, dat is geen gezicht. Dus dat neem ik mee. Want een boeket heeft bijna nooit zomaar wit ertussen zitten. Dit boeket in ieder geval niet. En je ziet dat ik de schaduw voornamelijk rond de nerven aanbreng. En daar waar het blad onder de bloemen ligt. Je kunt ook een stukje nog langs de buitenrand laten lopen. En al met al heb ik zo alle bladeren een basiskleur groen gegeven. Ik pak nu de Dark Mint Macaron. Nee, Soft Chiffon. Excuus. En ik ga meer schaduw aanbrengen. En je ziet het verschil meteen. Je ziet meteen waar ik dan de schaduw aanbreng. Je ziet ook dat meteen de afbeelding wat meer tot leven komt. En dat is het leuke van het werken met licht en donker. Het brengt gewoon leven in de brouwerij. En dan kun je je afvragen, waarom heb je dan eerst dat lichte mint macaron hieronder gedaan? Nee, soft chiffon. Omdat het papier dan al wat verzadigd is, waardoor de kleur van de dark iets anders wordt. Dat is het. Je kunt ook eerst donker werken en dan een licht. Hè? Dat is ook een techniek. Absoluut. En als je heel klein werkt, dan is dat ook echt wel een hele goede optie. Maar met name als ik grotere oppervlakken werk, want dit noem ik grotere oppervlakken, dan werk ik echt eerst van licht naar donker. In de cursus ga ik je ook leren hoe je een metaalkleur kunt maken. Ik ga je ook laten zien hoe je dus schaduw aanbrengt op ronde dingen. Zo leuk. Ik ben al druk met de voorbereidingen bezig. Ik ga ook binnenkort met de eerste filmopname beginnen. Ik ben een regisseur. Maar het wordt echt zo leuk. Als je de cursus echt met de blend zelf erbij doet, dan krijg je er dus ook geschreven materiaal bij. Je krijgt ook papier. Heb je vragen erover? Gewoon eventjes een berichtje sturen. Ik kan even nu niet op het scherm kijken. Ik ga zo weer kijken of iemand wat vraagt. Ik ben nu vooral heel erg druk met kleuren. Want anders zijn we 2 uur bezig met alleen maar kleuren. En dat is niet de bedoeling. Dan haakt iedereen af. Hey Christine, goedemorgen Christine. En goedemorgen moet ik erbij. Goedemorgen Marion, leuk dat je er ook bij bent. Je ziet, ik heb nu alleen maar heel licht wat kleur aangebracht. Ik ben hier zelfs niet even goed bezig. Je ziet dat ik gewoon een beetje... Ik heb al aardig wat aanmeldingen. Bij mij thuis zijn er nog 2 plekjes. Ik neem weer een slok koffie, anders is die koud. Online heb ik natuurlijk veel meer plekken. Met de mint macaron in de donkerste tint ga ik nu eerst hierin wat meer schaduw zetten. En het lijkt alsof de tinten totaal niet bij elkaar passen. Maar als je er zo mee werkt, dan ga je zien dat ze erg mooi elkaar gewoon aanvullen. Het is gewoon echt, ik vind het heel mooi. Het brengt een mooie verdieping.
breng deze kleur natuurlijk niet overal aan. Dit is de kleur die je echt puur voor de schaduw wil gebruiken. De meest donkere plekjes. Maar je ziet dat ik hier toch nog licht laat. Ik laat jullie straks weer wat dichterbij zien. Ook in die kleine vlakken doe ik niet overal hem even donker maken. Want ik wil dat het licht blijft spelen. In het blad. Ik vind lichtspel met inkleuren erg leuk om te doen. Vergt wel wat oefening. Vergt ook wat mislukken. Je moet eens weten hoeveel er bij mij in de prullenbak is terechtgekomen. Maar goed, ik was niet voor niks in Amerika. Werkte ik voor de designers van stempels om ze in te kleuren voordat ze op de markt kwamen. En ik kan je vertellen dat ik daar ook erg veel van geleerd heb. Ook erg van genoten heb. En mijn kleindochters die stempelen nu met die stempels en die kleuren met mijn oude potloden. Jong geleerd. Dus ik heb nu overal een beetje kleur. En wat ik ook doe, is ik zet gewoon in die stengels van die bloemen. En dat klinkt heel stom, maar ik zet gewoon even kleur in. En het ziet er helemaal niet zo leuk of spannend uit. Maar als je dan bijvoorbeeld de donkere Old Olive neemt. En je doet daarvan een beetje overal een beetje schaduwwerking leggen. Dan wordt het al een heel ander iets. Zie je? Daar komt er vanzelf een beetje leven in. De laatste stap is dat ik terug ga naar de Soft Seafoam Light. Smalle punt. En ik breng opnieuw wat kleur aan waar ik net ook geweest ben. Maar ik laat ook stukjes wit open. Zodat het blad echt laat zien dat er licht overheen valt. En dit is ook oefenen tot je erbij neervalt. Dit is echt niet zo dat je dit meteen de eerste keer al kunt. Maar je krijgt in voldoende materiaal om op te oefenen. Wat ik niet meelever bij de cursus zijn stempels. Ik vertel je wel van tevoren al welke stempels we mee werken. Je krijgt binnenkort een mail waarin staat wat je daarnaast eventueel nog nodig hebt. Wil je die stempel meebestellen, dan kan die in je pakketje mee. Kun je dus precies werken waarmee ik werk. Maar dat is je eigen vrije keuze. Wat ik je leer is op alles toepasbaar. En daar gaat het om. Je ziet, ik ben dus heel licht. Ik ga weer even wat dichterbij. Deze vind ik nog niet helemaal mooi. We staan in de vluchtstand. Ik ben nu echt heel licht aan het kleuren inkleuren geweest. En het wit om de bloemen en alles is me iets te. Het steekt mij te veel af. Dus heb ik mooi een excuus om een slok koffie te nemen. Dus de beroemde poolparty komt er weer bij. Ook daar heb ik inmiddels al een nieuwe stift voor in gebruik. Ik ga het niet overal aanbrengen. Dit keer breng ik hem alleen maar aan onder de bloemen. Omdat ik alleen een beetje schaduwwerking wil geven. En ik het niet helemaal dicht wil smeren. Om het zo maar even oneerbiedig te noemen. Hij is lastig te zien, dus ik kom dadelijk wat dichterbij voor jullie. En je kunt ook trouwens hiervoor de dikke punt gebruiken. Dat is nog makkelijker, want die leg je er langs. Ook dat is oefenen. En je ziet, dan leg je meteen een dikkere lijn, waardoor het meteen heel anders oogt. Als je de dikke lijn er langs legt, heb je wat meer afzetgebied. Kun je ook wat meer spelen.
Waar het om gaat is dat je gewoon een beetje kleur aanbrengt. Zodat het niet heel saai oogt. Dat is een gevoelskwestie en dat is een kwestie van gewoon proberen, misgaan. En als het misgaat en het niet naar je zin is, dan hebben we nog altijd de beroemde colorlifter. Maar op deze manier heb ik dus deze stempel op een enigszins snellere manier, maar vooral ook licht ingekleurd. En dit is de kaart die het uiteindelijk gaat worden. Je ziet dat ik hier met een andere kleur groen heb gewerkt. Dus je kunt zo'nzelfde kaart maken en daar toch nuances in aanbrengen. De volgende stap die ik ga doen is om op dit stukje waar we net gekleurd hebben, daar gaan wij dit stukje opplakken. Nou kan ik je vertellen, dat is best een uitdaging. Ik ga ook het papier eronder vandaan halen en ik ga lekker gewoon op de glasmat van Tim Holtz werken. En het enige wat ik doe, is de lijn pakken. Schone punt. En hier een beetje lijm aanbrengen. Komt u maar. Het witte Whisper White is... Oh, ik heb precies het verkeerde plekje te pakken. En nou krijg ik weer veel. En het Whisper White is een fractie kleiner gesneden dan dit blauwe buitenkantje. Want ik wil niet dat het witte randje erbuiten uit gaat steken. Ik pak hem op met mijn pincet. En ik leg het er als een frame op en ik zorg dat alle witte randjes er precies onder vallen. Dus wat ik nu doe is een soort passepartout maken op mijn bloem. Daarom zie je dus dat we eerst ingekleurd hebben, waardoor dus het mooi wegglijdt onder het passepartout hiervan. Dat ziet er van achter dus zo uit. En dat dat niet gelijk is, dat geeft niet, zolang het maar niet uitsteekt hier. De volgende stap is dat wij deze met de beroemde dimensionals gaan opplakken. Ik doe er één van de grote in iedere hoek. Ik ben altijd zeer royaal met mijn dimensionals, omdat ik ingezakte afbeeldingen niet mooi vind. Deze haal ik eraf. Komt u maar. Dat jullie horen, ik weet niet of je het horen, dat is de buitendeur die op de haak staat. Van de huiskamer. Het waait hard. Henk heeft buiten de krant zitten lezen, maar die is weer naar binnen. En deze ga ik opplakken hierbovenop als een frame. Dus het is een frame op een frame op een frame. En als je nou aan de zijkant kijkt, dan zie je dat zitten. Als je dus de zwarte dimensionals bestelt, die ik nog moet bestellen, want de mijne zijn op, zag ik net. Dan zie je dat wat minder als de kaart aan de zijkant is. Nou valt dat ook niet heel erg op hoor, maar het is wel wat netter. Deze schoonheid ga ik hier aanbrengen. En dat doe ik gewoon met lijm. Trouwens, over lijm gesproken. Ik heb de nieuwe binnen. De stempenciel heb ik binnen. Stel ik niet goed scherp. Hey, dat ligt dan aan mijn mobiel. Echt waar? Oh Monique, is het zo beter? Kunnen jullie het? Was ik te snel misschien? Er te dicht op? Ja, dan ben ik misschien te snel met dichtbij en ver weg gaan. Ik moet nog steeds uitzoeken hoe mijn gewone camera, mijn gewone fototoestel online kan. Ik heb de nieuwe stempenciel en daar ben ik al mee aan het oefenen geweest.
Ik moet daar even nog aan wennen. Maar ik kan je vertellen, hij is de moeite waard. Dopje erop, dat is het enige nadeel, vind ik, dat de dop niet meer vast zit. En wat ik doe is het de kaart recht leggen hierop. Nou ja, niet ondersteboven natuurlijk. Zo, goedemorgen Nita. Gezellig dat je ook nog even mee komt kijken, meis. En die plak ik hierop. Ik ga dadelijk de voorkant nog af. Je ziet dat ik trouwens geen lijm om dit heb gedaan, omdat dat gewoon los mag. Omdat dat een soort van, als een kant eromheen mag golven. Dat vind ik juist leuk. Het hoeft niet helemaal vast en strak. Ik wil eerst nog natuurlijk een stukje aan de binnenkant. Want een stempel niet afwerken aan de binnenkant is een no-go voor mij. En het hoeft niet veel te zijn, want we zijn al heel lang bezig geweest. Dus ik pak dit hele mooie kleintje. Moet jullie even laten zien. Ik moet niet te snel gaan. Dank je, Monique. Ik ga even met deze hoekstempel. Ga ik alleen maar een beetje kleur aanbrengen. Ik zal dan niet de Purple Post pakken, want dat heeft natuurlijk weinig nut. Ik pak de Night of Neve, de Misty Moonlight. Ik neem de Misty Moonlight. Die kleur heeft zo mijn hart veroverd. En in ieder hoekje stempel ik dit mooie stempeltje. Soms heeft de binnenkant van een kaart, hem helemaal leeg laten is niet leuk. Pas op dat je niet over de vochtige inkt heen gaat. Want mijn inkpad is zo nieuw dat hij best nog heel vochtig is. Dus het niet meteen droog is. Wees je daar wel van bewust. En soms heeft een kaart niet meer nodig dan dit. Om alleen maar aan te geven dat je aandacht hebt gegeven. Verlees wat Ina schrijft. Inderdaad, een prachtige kaart. Dankjewel Ina. Ik ga nog wel de voorkant verder afwerken, want die is nog niet af. Tot volgende week, Ina. Want ik wil daar nog een strik op. Want ik vind het helemaal niet. Ik vind hem zo niet af. En ik heb daarvoor klaargelegd mijn witte lint. Van dat mooie lint. Dank jullie wel voor de complimenten. En die doe ik er 3 keer omheen. We maken hem wat groter. Onderdoor. Binnendoor, ondersteboven, achterstevoren. Ik ben ooit zo goed in het strikken. Overlangs. Onderdoor, kom. En al helemaal niet met statisch lint. Trek hem nog niet aan, want ja, ik heb gewoon mijn lintmakertje is gewoon stuk. Ik heb niet goed gestrikt, maar vooruit. Komt goed. Aantrekken. Gaat niet zoals ik wil. Leg hem neer. Trek hem aan. Schuif hem op. Je ziet, ik heb meerdere laagjes. Die pak ik er ook uit. Ik hoef niet veel op de voorkant te doen. Maar er moet wel wat op. Het is niet het meest mooiste strikje. Moeders mooiste is het niet geworden. Maar Mary, ik ga even lezen wat je schrijft. Ik heb misschien niet goedemorgen daarin. Ik heb misschien niet alles in huis om deze kaart precies na te maken. Maar met wat ik heb, is het je wel. Oh, Mary, wat leuk. Laat eens zien. Oh, dat ben ik trots, zeg. Wat gaaf dat het je gelukt is. Nee, dat is helemaal niet erg dat je niet alles hebt wat ik heb gebruikt. Dat is juist leuk, want daardoor wordt hij anders. Vind ik helemaal te gek, joh. Laat eens zien. Oh, ik kan zo genieten van dit soort dingen wat je nu doet. Kijk, alleen maar een klein strikje erbij. Beetje uitvouwen. Ik heb geen tekst gebruikt. Ik heb gemerkt dat ik vaak teksten heb gekozen die ik dan later niet meer
de kaart niet versturen omdat de tekst niet klopt. Dus regelmatig doe ik gewoon later een andere tekst erop zetten. Maar dit is wel hoe de kaart uiteindelijk voor mij is geworden. En dan maak ik nooit twee keer dezelfde kaart. En hier liggen dus beide kaarten naast elkaar. Ik zal ze omhoog houden. De basis van de kaart is exact hetzelfde. Hier is het strikje kwijt trouwens. Maar je ziet door hem iets anders in te kleuren, dat het gevoel van de kaart dan net anders is. Ik hoop dat jullie hebben genoten en dat jullie hem ook gaan proberen te maken. Ik ga hem dadelijk op mijn blog zetten, met het filmpje ook. Dan zie je ook welke materialen ik heb gebruikt. En laat alsjeblieft zien wat jullie hebben gemaakt, want dat maakt mij zo blij. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie zondag weer kijken naar mij van schets tot kaart. En anders zie ik jullie hier volgende week donderdag weer. En dan heb ik een ontzettend leuke kaart al ontworpen. En dan gaan we werken met Nothing Better Than. Ik heb zo'n leuke kaart hiermee al klaar liggen voor jullie. Dat wordt een feestje. Maar dat zie je op mijn blog van tevoren ook al. Dank jullie wel en een hele fijne week.